Binnen de Quantum-series van Revit kan een weersbestendige jas uiteraard niet ontbreken. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en dit is de review van de Revit Quantum 2 H2O beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Revit Quantum 2 H2O is opgebouwd uit een slijtvaste textiele buitenlaag, is voorzien van een water- en winddicht membraan en heeft ook nog een uitneembare thermovoering. Hierdoor is de jas dus ideaal geschikt voor het midseason, maar kan eventueel ook prima doorgedragen worden in de winter. De jas is vrij sportief van uiterlijk, maar kan eventueel ook op een naked bike of een sporttourfiets prima gebruikt worden. De capuchon die erop zit kan afgenomen worden en op het moment dat je die eraf haalt, haal je dus echt een sportieve jas over. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan is de buitenkant van de jas opgebouwd uit een slijtvast en textiel materiaal. Dit zorgt ervoor dat op het moment dat je onderuit gaat, de jas voldoende veiligheid en protectie kan bieden. De jas is uiteraard ook voorzien van impactprotectoren en deze vinden we terug op de ellebogen en op de schouders. Dit zijn C-Smart protectoren van Revit. De C-Smart protectoren zijn vrij licht en dun, maar bieden wel gewoon voldoende protectie. Doordraaiend naar de achterkant van de jas is ook deze jas voorzien van een pocket waar eventueel een rugprotector ingestoken kan worden. Dit is een rugprotector die standaard CE level 2 gekeurd is en dit is ook tevens meteen de hoogste waarde van impactprotectie. Op het moment dat deze protector in de jas gestoken wordt, is de jas qua impactprotectie helemaal compleet. Als we doorgaan naar het comfort van de jas, zien we aan de bovenkant de grote capuchon zitten. Deze capuchon is eventueel makkelijk af te nemen door middel van de ritssluiting. En op het moment dat hij eraf is, hou je dus een wat sportiever ogend jack over. Aan de achterkant van de jas zien we dat hij aan de onderkant nog is afgewerkt met een reflectielijn die de zichtbaarheid uiteraard op de donkere dagen verbetert. En als we de jas openklappen, dan zien we aan de onderkant de korte verbindingsrits zitten. Deze rits is er opgezet om de jas eventueel te koppelen aan bijvoorbeeld een textiele of leren broek van Revit, maar kan ook in combinatie met de CV-riem met een jeans vastgezet worden. Als we dan terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan is de jas aan de onderkant voorzien van stelbanden. Die worden afgesloten door middel van een klittenband. En op deze manier kan de jas rondom de taille ook weer mooi strak vastgezet worden. Ook zien we rondom de schouders nog de TPU-sliders en protectoren terugkomen. Die uiteraard het sportieve uiterlijk ten goede komen. Maar ook weer meteen een extra stukje veiligheid bieden. Als we dan doordraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we dat er twee grote steekzakken aan weerszijden zijn afgevoerd in de jas. Deze zakken zijn afgewerkt met een ritssluiting en op deze manier kan je hier makkelijk wat spullen in opbergen. Rondom de biceps zit ook nog een stelmogelijkheid. Deze wordt afgesloten door middel van een drukknoopje en heeft twee standen om de jas op die plek dus wat strakker of losser te zetten waar nodig. Dan zien we rondom de polsen dat die af wordt gesloten aan de onderkant van de mouwen met een klittenbandsluiting, waardoor de jas dus ook daar gewoon mooi aansluit rondom de polsen. Als we dan vervolgens naar de bovenkant van de jas gaan kijken, zien we dat er voor de capuchon nog twee elastische stelbandjes zitten, waarmee de capuchon goed afgesloten kan worden. En aan de bovenkant van de rits zien we dat de jas wordt afgesloten door middel van een drukknoopje. Als we de rits vervolgens compleet open doen van de jas, dan is het eerste wat we tegenkomen nog een extra rits. Deze rits zorgt ervoor dat door de hoofdrits water of wind, wat er nog eventueel doorheen gaat, niet tot het lichaam kan bereiken. Als we deze rits vervolgens ook openen, komen we naar de binnenkant van de jas. Het eerste wat we hier tegenkomen is de thermovoering. Dit is een thermovoering die gemakkelijk uitneembaar is, waardoor je dus ook met de wat warmere dagen de thermovoering uit kan nemen en een jas overhoudt die wat minder isolatie biedt. In de thermovoering is ook nog een zak aangebracht. Deze zak zit achter het waterdichte membraan, dus ook hier kan je je waardevolle spullen prima in opbergen. Als de thermovoering uitgenomen wordt, zien we dat er aan de binnenzijde van de jas zelf nog een meshliner is aangebracht. En deze meshliner zorgt ervoor dat op het moment dat het wat warmer is, de jas ook gewoon comfortabel aansluit en niet kan gaan plakken. Onder de thermolaag, dus in de jas zelf, zit ook nog een binnenzak waar je dus ook nog wat spullen op kan bergen. Sander hier is 1,86 meter, weegt zo'n 80 kilo en draagt van de Revit Quantum 2 H2O een maat large. Zoals we kunnen zien is dit de ideale maat voor hem. De jas sluit overal netjes aan en hij zit gewoon zoals hij hoort te zitten. Wil je weten wat voor jou de ideale maat is? Blijf dan nog even hangen. Vond je deze video leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motor Kleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even het belicoontje in te drukken, zodat je op de hoogte gehouden wordt van wanneer wij een video online zetten. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en bedankt voor het kijken.